worden gepresenteerd aan Rijn Vermeijers Buning, spelers van de eerste selectie. De sleutels zijn binnen. Rijn Vermeijers Buning heeft deze ontvangen. Dan gaan we nu tot de overhandiging van de tankpas van Kreuzen. Martijn Strijker, ook lid van de eerste selectie, neemt deze nu aan. En dan hebben we autopapieren. En die worden nu overhandigd aan Rijn Vermeijers Buning. En tot slot gaat Harry van der Olsen nog een mooi boeket bloemen aanbieden aan de vier sponsoren die het. Graag de vier sponsoren een heel hartelijk applaus. Nummer 13, Wouter Bult. Eerste competitiewedstrijd van de onderwijzer 54 in die eerste klasse 1 van het zaterdagvoetbal. Een wedstrijd, direct een kraker eigenlijk tegen Urk. Twee teams die mee willen doen om de bovenste plekken. En dat gaan we vandaag zien, wie daar als eerste wellicht een voorsprong op elkaar gaat nemen. Eerst zoals altijd de traditionele handen geschud en natuurlijk de pupil van de week. Ook deze week weer aanwezig bij de Olde Vesten. En hij mag een heel eind komen en natuurlijk altijd even proberen op dat doel te schieten richting keeper Cornelis Kofferman. En opnieuw lukt het de pupil van de week om te scoren en kan de wedstrijd beginnen. Koppers speelt de bal terug naar Oosterling, een van die nieuwe namen in die selectie van de Olde Vesten. Vandaag in de basis onder andere Oosterling, Roosjen en Kemper. Hier dan diepe bal op de Boer. De Boer die zet een sprint in, steekt Roosjen zijn arm uit. En ja, dan is het scheidsrechter Wijma uit Noordwolde die zegt de arm van Roosjen die gaat richting de sprintende de Boer. Hier nog een keer te zien, hij wordt de val gebracht. Penalty al in de tweede minuut. Penalty van Brands, Brands rechterhoek, keeper Strijker gaat naar de linkerhoek. En dat betekent dat de Urk al heel snel op 0 tegen 1 staat. In de tweede minuut komt de Urk op een 0-1. Rico Jan Brands, goede penalty. Hij zei 0 tegen 1 voor Urk. Hij moet op de vesten aan de bak. Hier dan, nog een keer Urk is het Nentjes. Nentjes komt er langs, kan hij misschien voorzetten. Doet hij dan ook richting de Boer en dan is het daar op de vesten dat net ontsnapt aan nog een doelpunt. Bal op de lat. Is een nagel die even geblesseerd op de grond ligt, maar het veld uitgaat voor een verzorging. Nu dan hier de Boer voor Urk. Kijkt dus, zet die bal dan goed voor, maar richting wie komt hij dan nog achterin? En dan is het daar uiteindelijk buitenspel en gaat die aanval van Urk niet door. Nu dan, Olde Vesten. Hier is het daar, de bal die doorschiet, komt hij bij mooi naar Bakker. Bakker kapt af, houdt het overzicht, ziet daar Steven Koppers komen. Koppers komt dan, dat is een harde overtreding van Lucas Nagel. En dat betekent een gele kaart, een gele prent voor de nummer 6 van Urk. Vrijtrap Oosterling, 1 tegen 1. Kofferman staat niet op te letten, die staat heel slecht. En dan is het de man die overgekomen is van FC Wolvenga, die meteen zorgt voor het eerste doelpunt van de Olde Vesten en een 1 tegen 1 stand. Sjouke Pieter Oosterling. Strijker rolt die bal dan naar Van Dam. Van Dam kijkt er, speelt hem in. Krijgt die bal uiteindelijk bij Kemper. Kemper weer bij Van Dam. Van Dam krijgt hem hier bij Bakker. Bakker, Koppers. Dat is dan geen overtreding. Dat is een scheidsrechter voordeel. Wordt er doorgegaan, maar dan is het daar toch Nagel die even op de grond ligt. Als het hier de Boer is. De Boer die kan misschien schieten en dan is het Van Dam die hem op de hakken gaat staan. En dan kan scheidsrechter Wijma opnieuw weinig anders dan een penalty geven. En dan is het hier dus nog een keer te zien. Van Dam staat op de hakken van de Boer. En dat betekent opnieuw een penalty. Als ook Van Dam eigenlijk die blessurebehandeling nodig heeft. Opnieuw Brands. En dan opnieuw in die rechterhoek. Keeper zit er iets dichterbij. Maar nu 1 tegen 2. Hier nog een keer te zien. In de 17e minuut dus komt Urk op 1 tegen 2. Twee doelpunten dus van Rikelt-Jan Brands. Vrij trap Urk. Komt dan goed. Schiet door. Maar dan is het Strijker die goed oplet. En dan kan hij die bal pakken als het Menno van Dam is. Die toch echt niet meer verder kan nadat hij zich flink pijn heeft gedaan. Na het veroorzaken van die penalty. Friese Bakker krijgt nog even wat instructies. Als de wissel wordt voorbereid van Menno van Dam. Hij gaat dan al na 29 minuten het veld verlaten. Menno van Dam en hij wordt vervangen door een nieuwkomer. Patrick Sungu van Egmond.
Urk dan opnieuw bal bij Nagel. Nagel die de bal nu goed aanneemt. Een aantal keer toch moeite had met zijn aannames in die wedstrijd. Diepe bal op de Boer. De Boer houdt hem dan binnen. En dan is het de assistent scheidsrechter die zegt hij stond terecht buitenspel. En dat betekent een vrije trap voor de Oldevesten. Terwijl Arno Hoekstra nog eens één keer aan zijn mannen uitlegt dat het toch echt niet handig is om 1-op-1 achterin te spelen. Urk dan met de ingooi. Gaan ze eens kijken of ze kunnen opbouwen. Wordt die bal ingespeeld? Wordt het natuurlijk weer zoeken naar Nagel. Oeh, zomaar ingeleverd bij Bakker. Nu dan misschien Oldevesten. Bal goed gespeeld op Kruisweg. Urk loopt elkaar ondersteboven. Maar Kruisweg die is zo verbaasd van wat daar gebeurt. Dat hij die bal ook niet lekker op dat doel van keeper Kofferman kan krijgen. Kofferman schiet die bal dan uit en dan wordt onze cameraman nog even geraakt. Valt allemaal mee. Net als de blessure aan de kant van Urk. Hoekstra druk gebaren naar zijn spelers, want dat was nodig. Oldevesten begon slecht aan die wedstrijd. Nu dan Nagel speelt die bal erop tentjes. Nu raakt hij weer kwijt. Nagel opnieuw. Nagel wordt aangeraakt. En dan is het Urk dat de bal opnieuw zou krijgen na een vrije trap. Alle tijd namen de mannen van Urk, zelfs om de schoenen even goed te doen. Nu dan, Kruisweg raakt de bal wel erg makkelijk kwijt aan Nagel. Nagel naar de andere Nagel en dan is nu daar Tol. Tol speelt dan die bal goed door op de Boer. En dan is het Sungu van Egmond die daar goed zijn fout van eerder in die aanval goed maakte. Hij lette goed op en pakt die bal dus en voorkomt zo een kans voor Urk. Nu dan, Roosje speelt het balletje door richting Bakker. Nee, en dan is het Kofferman die goed oplet en die bal weer weg kan trappen. Nieuw Sungu van Egmond die het daar goed doet, krijgt die bal dan bij Kruisweg. Krijgt het net niet bij Koppers, maar dan is het daar scheidsrechter Wijma die geel geeft aan die nummer 6. En dan later in zijn administratie ziet hij dat Lucas Nagel had al een gele kaart. En dan betekent hij twee keer geel. En zo voor rust komt Urk al met 10 man te staan. Corner, Oosterling, komt die bal bij Kruisweg, een slechte corner. Dan Koppers brengt hem opnieuw in, richting Kruisweg, komt die bal achterin, is daar Bakker die brengt hem voor. Is het van Koppers die nog een keer schiet, maar opnieuw corner. Bakker, die bal komt dan achterin, bij wie? Komt uiteindelijk daar bij Oosterling. Oosterling speelt hem dan maar weer terug. Van Egmond naar Van der Sveerde. Van der Sveerde met Brands de doelpunt te maken voor hem. Van der Sveerde tikkie terug richting Oosterling, die hem misschien opnieuw in kan brengen, zo tegen het einde van de eerste helft. Kofferman bokst die bal dan nog weg en is Bakker die kan opvangen. Friso Bakker. Ze willen dan naar Marne Bakker. Terwijl daar een speler van de Urk geïnteresseerd op de grond ligt, wordt er gewoon doorgespeeld. Nu dan bal bij Oosterling. En Oosterling trapt de bal sportief over de zijlijn. Maar zijn trainer het niet mee eens is. Ophouden ermee! Deden hun ze net ook! Daar wordt Gert-Jan Nagel nog even gemasseerd aan zijn nek. Hier dan overtreden van Versloten op Oosterling. En dat komt hem ook nog eens op een gele kaart te staan. Zo in de blessuretijd van de eerste helft. Nou, kantelen, Gert-Jan. Wel weggetrapt. En dan zit de eerste helft erop. En dat betekent dat we gaan rusten met een 1-2 stand. Tweede helft begonnen. Kofferman trapt die bal uit. Is dat, Kemper raakt daar geblesseerd. Maar hij is niet de enige die er op de grond ligt. En dat betekent dat de verzorging even het veld in mag komen. Als die beide mannen leken in ieder geval met de hoofden tegen elkaar aan te komen. Nu dan vrije trap voor Urk. Goede redding daar van Richard Strijker op de kop al van Brand. Nu dan Nentjes, kort gezeten door Koppers. Dan is het Koppers die goed op de bal wint. En de ingooi mag genomen worden. Als Edwin Maters het veld in gaat komen en Friso Bakker het veld gaat verlaten. Hij mag zijn kunsten weer even vertonen op het groene gras. Edwin Maters. Nu dan bal bij Kemper. Kemper speelt de bal naar Koppers. Koppers speelt dan weer terug naar aanvoerder van Luik. Van Luik krijgt hem opnieuw bij Roosjen. En Roosjen zoekt dan diep. Goeie bal op Sungu van Egmond. Die kijkt alsof hij misschien wat kan. Goed balletje. En dan is daar een smerig overtreding van de nummer 5. Klaas Kramer. En dat komt hem dan ook op een gele prent te staan. Overtreding op Brian van der Zweerde.
Dat betekent een vrije trap toch op een mooie positie. Is natuurlijk Schalke Pieter Oosterling die er opnieuw bij gaat staan. Nadat hij eerder in de wedstrijd die vrije trap natuurlijk al scoorde. Komt die bal naar voren, loopt er iemand tegenaan? Nee, Kofferman bokst hem weg. En dan is het Urk die hem opnieuw weg kan trappen. Maar bij Kemper, die neemt hem niet lekker aan. Is het Lenkjes die daar voorbij komt? Lenkjes, die kan misschien naar Urk richting het doel. Is het daar Kemper alsnog? Gebruikt goed zijn lichaam. En dan weet hij er een corner van te maken in plaats van dat Lenkjes door me kan lopen. Judan, is het daar de aanvoerder van Urk. Simon Lindeboom op het bovenbeen. Die corner van Tol. Hier nog eens te zien op het bovenbeen van Lindeboom. En dat betekent natuurlijk 1 tegen 3. Dan moet Oldenvest het opnieuw gaan proberen. Willen ze hier nog wat doen? Nu dan de voorzet van Bakker. Komt niet bij Maters. En dan is het Kofferman die hem weg kan trappen. Voorzet Oosterling. Kofferman opnieuw. Waar hij er niet goed uitzag bij dat eerste doelpunt. Pakt hij een aantal ballen natuurlijk goed in die wedstrijd. Die keeper van Urk. Nu dan de bal bij Bakker. Bakker kan het misschien voorzetten. Komt die bal bij Maters. Die let goed op. Verre hoek gezocht. 2 tegen 3. Mooie treffer van invaller Edwin Maters. Goeie bal van Marne Bakker. Maarten ziet hem, komt goed voor zijn man. Hij schiet de bal goed in. 2 tegen 3. En dan kan nog van alles gebeuren. We hebben 1 ladder. We hebben 1 ladder. Ik wil het steeds zoeken. Kan ik er niet even naast gaan staan? Ja, maar dat ik het duel altijd op die ladder. Als Wouter Roos nog wat tactische veranderingen voorstelt. Nu doet het opnieuw Oldenvesten. Kruisweg krijgt die bal bij Marne Bakker. Bakker verstapt zich lang, krijgt hem wel weer bij Kruisweg. Er wordt gewoon doorgespeeld. Kruisweg kan er langskomen. Die wordt dan daar neergelegd door doelpunt te maken. Simon Lindeboom. En dan is het Bakker die dusdanig om een gele kaart vraagt dat hij zelf er een krijgt van scheidsrechter Weijner. Domme gele kaart voor Marne Bakker. Kijk naar de bal, Rico! Jelly, we schakelen voor jou! Kom op! Een technische storing maakt mede mogelijk dat we niet de tweede gele kaart van Marne Bakker in beeld kunnen brengen. Hij kreeg later nog een gele kaart van scheidsrechter Wijma. Dat betekende een rode kaart uiteindelijk zo'n kwartier voor tijd. Gebruik dat nog eens een keer! Zoek hem op! Jelle weer klein maken ook! Verder kan ik u melden dat Oldenvesten nog enkele kansen heeft gecreëerd, maar verder niet echt heel gevaarlijk is geworden. De stand is dan ook bij 2 tegen 3 gebleven en zo verliest Oldenvesten haar eerste duel in de eerste klasse E in het seizoen 2013-2014. Arno, de kop is eraf, eerste klasse E en je begint direct met een kraker. Wat had je van tevoren verwacht van deze wedstrijd, van jullie zelf vooral? Ik had een open wedstrijd verwacht. Twee teams die op de overwinning spelen, die graag willen winnen, die ook goed voetbal willen laten zien. Dus ik had wel een open wedstrijd verwacht. Hij was redelijk open, maar er gebeurde van alles. Ja, er gebeurde van alles. Zeker in de beginfase, al na 2 minuten een strafschop voor Urk. Toch wel een domme plek om een overtreding te maken. Ja, dan zijn we niet goed bij de les. Hè? Dus op dat moment
En op die plek mag je nooit zo'n overtreding maken. Dus ja, dat doen we zelf, dat is niet slim. En dan kom je via een goede vrije trap van Schalke Pieter, kom je terug in de wedstrijd. Dan weer opnieuw beginnen. Ja, en vrij snel weer een domme overtreding. En weer een strafschop. Ja, dat klopt. Dus ja, dat was ook niet handig. Maar waar ligt het aan dat die twee overtredingen gemaakt worden? Nou ja, dat heeft ook met de kwaliteit van Urk te maken. Maar goed, je moet zelf bij de les zijn en scherp zijn. En we kwamen, moet ik wel zeggen, achterin vaak één op één uit. Hè, dus dat mag ook niet. Ja, maar ja, je moet op zulke momenten in de 16 meter moet je niet die overtreding willen maken. In het laatste gedeelte van de eerste helft ben je in mijn ogen gewoon beter dan Urk. Maar het komt er nog niet echt uit in de eerste helft. Wat is jouw gezicht daarop? Nou ja, goed, Urk bood natuurlijk goed tegenstand. Urk heeft geen verkeerd team. Hè. Die hebben gewoon een goed team. En nou, dat is gewoon moeilijk voetballen. En ik vond op een bepaald moment ook wel dat we het overwicht hadden, zeg maar. En vooral toen we ook toen Urk met 10 man kwamen te staan. Nou ja, goed, maar dan moet je geduldig blijven. Moet je de ruimtes gaan gebruiken op het veld. En dat deden we ook goed. Totdat we die tweede gele kaart kregen. Ja, en met 10 man, dat Urk met 10 man speelde, maakten ze nog de 1-3. Dan kom je op 2-3 en vanaf de 2-3, eigenlijk hing de 3-3 in de lucht. Ja, dat klopt. Hè. Urk heeft niet gescoord uit positiespel of uit veldspel. Hè. Ze maken 2 doelpunten uit de strafschop en 1 uit een corner. Dus in dat opzicht hadden we het redelijk onder controle. En nou ja, goed, dan maak je inderdaad die 2-3. Ja, en dan zie je ook gewoon dat je ook kansen krijgt op de 3-3. Nou, daar waren we wat ongelukkig in. Nummer 13, Wouter Bult.